Nu beginnen we met de grip. Vooral eer we de handen beginnen te plaatsen op de grip, moeten we altijd eerst en vooral zorgen dat de slagvlak mooi in een verticale positie staat. De linkerhand neemt de club bovenaan vast, vooral eer dat de rechterhand onder de linkerhand terechtkomt. De linkerhand, wanneer deze correct staat, ga je zien dat er een V wordt gevormd tussen duim en wijsvinger. En deze moet gericht zijn tussen de rechterschouder en de kin. Of ben je in staat om deze twee knokkels te zien. Wanneer de linkerhand correct staat, plaatsen we de rechterhand onder de linkerhand. En zit deze correct, dan ga je zien dat de V die je vormt tussen duim en wijsvinger van die rechterhand, oriënteert ergens op dezelfde plaats tussen rechterschouder en kin.